Hallo mensen, welkom terug in Baker's Please. Het is weer een hele poos geleden en afgelopen week heb ik niet geüpload. Heb ik eigenlijk geen reden voor. Ik was gewoon helemaal vergeten om op te nemen. Maar nu gaan we natuurlijk weer opnemen. En vandaag gaan we dag 16 en 17 spelen. En dan zijn we alweer bijna bij het einde. Want ja, vandaag doen we dag 16 en 17. In elk geval, ik weet niet zeker of... Laat ik het even uitleggen. Met wat je doet tijdens het spelen... krijg je verschillende uitkomsten. Qua of je doodgaat, of dat je familie doodgaat, al dat soort dingen. En ja, ik weet niet of elke uitkomst altijd bij dag 20 eindigt. Dat weet ik niet zeker. Maar als met iedere uitkomst het alsnog op dag 20 eindigt... dan hoeven we alleen nog maar dag 16 en 17 doen, dus deze episode. 18 en 19, dat zou dan de volgende episode zijn. En dan dag 20. Dus, met deze meegeteld, dan is nog 3 episodes te gaan. En dan zijn we klaar met het spel. Ik weet niet zozeer wat ik daarover moet zeggen. De plannen over de serie hierna ga ik dan wel bedenken. We gaan nu gewoon lekker spelen. Oké, 7 december 1982. Breakthrough Spinal Surgery Perfected. Only possible with Arstotzkan expertise. Dus, Arstotzka heeft nu gewoon een medische voorsprong op de andere landen. En government headquarters in Paradisna evacuated. Weer een aanslag door de Isaac Order. Die wij helpen. Dus dat is in principe goed. Dat ze een aanslag hebben kunnen plegen. Want dat willen wij. Is dit nog steeds diezelfde namen? Ja. Mikhail. Die naam... Huh? Oh nee, nu liggen ze goed. Ik wil zeggen, die naam klopt helemaal niet. Maar... ik faal gewoon. Mikhail Greer. Of, nou ja, maar goed. We hebben ze al binnengelaten, volgens mij. In elk geval één. Wanted Criminals. Verder helemaal niks. De Wanted Criminals doe ik hier. Ja, ik zou zeggen, laat de eerste persoon maar komen. Hallo mevrouw, jij bent niet een van die mensen. Jij komt hier wonen. Immigrant Forever, ja, 2012-82. Oh, mooi, je bent net op tijd. Straight hair. Oké. 58 kilo. Klopt je lengte? Ja. Rozovna Arnia. Ja, ja. Rond op het MOA. Alleen die code klopt. Er klopt echt helemaal niks van. Meestal als die code fout is, dan is er een lettertje verkeerd. Maar die code is wel echt helemaal anders. Maar zij zorgt er wel voor dat ik halverwege naar extra credit ben. Naar extra geld. Oké, volgende persoon alstublieft. Hallo meneer. Je bent ook niet iemand... Oh! Death to Arstotzka. Ja. Oké. Meneer? Ja, oké. Jij komt nu. What is going on? Oh, huh. What is this amateur shit? Should we evacuate? For that little thing? No, of course not. Just disable it. Open the cover. Oké. Stupid fucking terrorist. Could it even add display? What should I do now? This is the poorest bomb I've ever seen. Simple mind created this. Just cut the wires in order. Oké, hier staat een 1. Dan moet... die. 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 En die. Oké, all done. Back to work. Ja, oké. Oké, ik vind het weer prima. Als ik er geld voor krijg. Oké, een bom. We gaan gewoon verder. Jij zit er ook niet tussen. We wisten het niet.
voor een maand. Ja, dat klopt. Nikola Rytsky. Die code klopt. Bolt. Ja, dat klopt wel. 1,73 klopt ook wel. Even kijken hier op het MO. Volgens mij mag je naar binnen. Oeh, gelukkig. Meestal gaat er dan toch iets fout. Oké, hij komt hier werken. 8 weken. Dat is 2 maanden, dat klopt dus. Ja, dat klopt. Dat klopt. Dat klopt. Dat klopt wel. Bobbed hair. Oké. Roep het MOA. Volgens mij klopt dat wel. Kloppen de data. Ja. Ja. Ik geef je trouwens even die en je mag naar binnen. Kost no trouble. Glory. Torstotska. Nee, jij hoort er ook niet tussen. Jij komt hier op bezoek. 60 dagen, dat is 2 maanden. 10, 12. Ja, hi Han. Even kijken, die code klopt die? Ja, die klopt. Dat klopt. Good vision. Wat? Good vision, wat is dat nou voor beschrijving? Je gewicht klopt niet. Jij hebt iets bij je. Nou zijn jullie natuurlijk ook gewoon aangekomen. Oh nee, want dit is nog maar heel recent gemaakt. Dan gaan we maar even kijken op de foto's, hè, of hij iets meesmokkelt. Het ziet er niet naar uit. Hoe clear ik deze? Discrepancy cleared. Oké. Okay. Wil je de foto mee? Nee? Oh, oké. Okay. Dan mag je er binnen. Dan zie ik geen reden waarom jij niet naar binnen zou mogen. En dat was er verder ook niet. Easy quarter. Oké. Okay. Give me the code document. Oké, okay, alsjeblieft. Both. Sorry hoor, ik kan ze toch niet tegelijkertijd geven? Oeh, berichtje. Read quickly, return to messenger. You have done well. Both agents now operating. When the Scottsdale was born, the order fulfilled same role as today. When tyranny ends, we will disappear again. Oké, okay, dus ze zeggen, wanneer de Scottsdale gecreëerd was, was de Isaac Order er ook al. En wanneer de tyrannie verdwijnt uit het land, zal de Isaac Order ook verdwijnen. Rot Nederlands. Jij komt hier om te werken. Oké. Okay. Jacob Dane, dat klopt. De code klopt. De data op die documenten kloppen. Die documenten kloppen. Oh, wacht. Naam daarop. Klopt ook. Short straight hair. Klopt ook wel. Jij bent wel 1,77. Volgens mij kloppen die dingen ook. Lorndas is Obristan volgens mij. Volgens mij mocht hij naar binnen. Ja, hij mocht naar binnen. Hallo mevrouw. Zij komt hier om te werken. Maar dan heeft zij een work permit nodig hebben. Nodig. Oh, wij als je gaat zeggen, oh hier, alsjeblieft. Nee, nee. Nee, nee. Zo gaat het niet, mevrouw. Je moet eerst een work permit hebben, dan pas mag je naar binnen. Oh, leer eens het nou eens een keertje. Non de ju. Visit friends. Oké. Okay. 12 weken, dat klopt. Is dat kort haar? Oké, okay, 1,76, dat klopt wel. Even kijken. De data kloppen.
Dat klopt, ze is een vrouw. Fedor is een Kalecia. En de code klopt ook. Dus rond met MOA. Volgens mij mocht ze naar binnen. Hallo mevrouw. Ja, jij bent of aangekomen, of je bent aan het smokkelen. Dus dan gaan we maar weer eens de foto's bekijken. Ja, ja, ze smokkelt. No weapons or contraband. We hebben een smokkelaarster. Op het einde van de dag. You have made mistake coming here. Oh. En extra credits. Yes. Extra credits. Altijd fijn. Dat komt even mooi uit. The Ministry of Income has cleared all wrongdoing. Your savings will not be returned. Oh. Oké. Okay. Niemand heeft dat nodig. Dus die vink ik af. Want daar hou ik een beetje geld over. Dat ik dan misschien op een later moment kan gebruiken. En ik dacht al dat ik deze dag nog een keer had gedaan. Dat het dubbel op was, maar dat klopt ook. Want die staat nu weer dag 15. En dag 15 heb ik al gedaan. Dus dat klopt niet helemaal. Er is iets fout gegaan blijkbaar. Consolidation, reassignment at border, ministries flight over staff, fight over staff, qualified guards, soldiers in demand. Oké, okay, het zal. Jammer dat ik dus één dag nu twee keer heb gedaan. In elk geval, ik denk dat dat is gebeurd. Een sleutel. Oh, nu krijg ik wapens. Ja, oké, okay, inspector. The Ministry of Justice has appropriated the Outer Guard detail. You are now responsible for controlling trespasser activity. The provided key can be used to unlock the tranquilizer gun once an alarm has been raised. Continued. Compensation. You will receive a bonus for stopping any trespasser. A smaller bonus is provided for firing on but missing your target. Weapons protocol. Review instructional diagram on following page. Glory to Rostotska. Okay, when alarm sounds, drop key on tumbler to unlock weapon. Select gun, aim and fire. Time is short, act fast. Dat is meestal wel het gevolg. Gevolg? Er is een woord ervoor, maar dat is meestal wel het ding met wapens. En dat als je iemand neerschiet, dat je snel moet zijn. Oh. You see that it people. Here. For bonus and selling bomb parts. Ooh. Oké, hij komt dan bij mijn huis als hij geld heeft. 15 credits. Alleen dit is een stapeltje. Ik denk dat ik heel wat geld heb gekregen. Heel wat geld. Oké. Hallo mevrouw, jij bent geen crimineel. Immigratie, dus voor altijd, 1612, dat klopt, dat klopt. Anna Grodziawska. Het zal vast kloppen. NGO, en ze is een vrouw, overweight. Dat is toch geen beschrijving, alleen je lengte klopt niet. Haha, goed dat ik er naar kijk. Perhaps my shooter different. Nee, nee, dat geloof ik niet zomaar. Oké. Dat klopt. Maar heb je je vingerafdruk ook wel goed gedaan? Ja, dus. Oké, dat ben jij. In elk geval, hopelijk mag je inderdaad naar binnen. Dan ga ik nu geen fout. Nee, ze mag naar binnen. Ben jij haar? Nee. Oké, zo komt hij om te werken. Voor 90 dagen. Hoeveel maanden is dat? Klopt dat? Ja, dat klopt. Marlena Guts. Dat klopt. De
data kloppen. Daar klopt het nou, Robert Emmo. Ik weet niet of die... ja, die klopt ook. Even kijken. Code klopt. Enkio uit. Import. Volgens mij mag jij naar binnen. Oh, die krijgen we nog. Ah, ik heb niet naar de lengte en gewicht gekeken. Maar ze was oké. Okay. Ik wil iemand neerschieten. medical reasons. Ja. Oké. Okay. Maar als ik je nu wegstuur, hou ik denk ik alsnog dit geld. En je mag niet naar binnen. Oké, okay, wat? Ze heeft heel veel dingen gezegd. Ik heb het niet helemaal gevolgd wat ze nou bedoelde. Maar nog meer extra geld. Dat is handig. Goed. Visiting. Duration of stay. Only 2 weeks. Dat is 14 dagen. Even kijken. Gewicht klopt. Lengte klopt. Grifka Weston. Oké. Alleen je mag niet meer naar binnen. It is expired. Het maakt me niet uit dat je druk had. Je mag gewoon niet naar binnen. Heel gauw weg. Heel gauw. Pardon, weg. Ik wil iemand neerschieten. I am back. How many engineers did you meet? I got 2 calls. One guy, he was good. Other one, not so much. Thanks anyways. Nog meer extra geld. Jeetje. Ja, jij bent al een keertje naar binnen gelaten. Oep. Dus ik denk dat jij wel naar binnen mag. En toen crashte de game. Wat handig. Echt super handig. Maar niet heus. Dat was sarcasme. Oké, het bestand is wel opgeslagen, dus dat is goed. Ja, dan stop ik de video hier maar, want het heeft nu niet zo heel veel zin om door te gaan. Het spijt me, het is nu de slechte audio kwaliteit van mijn camera, want de microfoon heb ik in de game op. Dus sorry voor de slechte geluidskwaliteit op dit moment. Hey mensen, dank je voor het kijken van deze video. Vond je dat alsnog tof, ondanks dat het aan het einde even fout ging met dat Papers, Please crashte. Ik ga even zorgen dat die dag gedaan is. Dus dat ik de volgende keer gewoon door kan gaan. Dat we niet die dag ook alweer opnieuw moeten gaan doen. Ik bedank jullie heel erg voor het kijken. Laat even een like achter als je de video tof vond. En subscribe ook even. En dan zie ik jullie allemaal weer in de volgende video. Ciao!